Het dappere kleermakertje. 1, 2. Oh. 7 vliegen tegelijk heb ik doodgeslagen. 7 in één klap. Dat is geweldig. Ik ben een held. De hele wereld moet het weten. Weet je wat ik doe? Ik borduur op mijn shirt 7 in één klap. In mooie zijdeletters. En dan trek ik de wijde wereld in. Als je 7 in één klap kunt slaan, mag je best je geluk eens ergens anders gaan zoeken. Onze held was kleermaker. Het viel hem dus niet moeilijk de woorden 7 in één klap op zijn sjerp te borduren. Toen hij daarmee klaar was, at hij het laatste hapje van zijn boterham met pruimenjam op en trok de wijde wereld in. Hij nam een roomkaasje mee voor onderweg. Halt, wie ben jij? Oh, dag reus. Nou, jij bent dan een grote kerel, zeg. Een reuzenreus ben je. Ach ja, als kind was ik al een reus, hè? En nou ben ik een reuzenreus. En jij bent een reuze klein kereltje. Maar je bent niet mis, zeg. 7 in één klap. Dat zou mij niet eens meevallen. Oh, het was heel gemakkelijk hoor. Ik ben erg dapper, zie je. Sterk zou je ook wel wezen. Net als ik. Kijk, ik heb hier een steen. Daar knijp ik even in. Zo. Goeie genade, je hebt de steen tot moes geknepen. Jij bent sterk, zeg. Dat dacht ik ook. Maar kun jij ook een steen tot moes knijpen? Wilde? 7 in één klap staat er op mijn sjerp. Kijk, hier heb ik een grote steen. Hier, in mijn knapzak. Een mooie steen, zeg. Zo lekker rond. Het lijkt het wel, Nou, het is een steen, hoor. En dan moet je eens even oppassen. Ik knijp. Allemachtig. Je hebt de steen tot boter geknepen. Nou, jij bent een sterke man, hoor. Jij zou een goede reus zijn, zeg. En jij bent een aardig reus. Zeg, weet jij waar ik mijn geluk kan zoeken? Nou, probeer het eens bij koning Kronkelenberg. Hij woont in dat kasteel. Daar. En hij heeft een hele mooie dochter. Prinses Kronkelenberg. Als je met die dochter trouwt, krijg je de helft van zijn koninkrijk. Nou, dat lijkt me wel wat. Dan kan ik elke dag pruimenjam op mijn broodje eten. Weet je wat? Ik ga erop af. Het dappere kleermakertje had de reus niet verteld dat de steen die hij tot boter kneep geen steen was, maar een ronde kaas. Hij had ook niet verteld dat het maar vliegen waren, die 7 in één klap. De kleermaker vond dat hij erg slim was. Vol moed doog hij op weg naar het kasteel, waar hij de koning vroeg of hij diens dochter mocht trouwen. Wie ben jij dan nou? Dat doet er niet toe, maar kijk u maar eens op mijn sjerp, majesteit. Oh, even mijn koninklijke bril pakken. 7 en 2... Nee, in één klap. Sterk mannetje ben jij, geloof ik. Sterk en dapper. Nou, als jij zo dapper bent, mag je misschien wel met mijn dochter trouwen. Maar eerst moet je je dapperheid bewijzen. Ik weet 2 reuzen. 2 boze reuzen. Oh, maar ik ken de goede reuzen al. Nee, dat is de lobbes van de reus. Nee, dat bedoel ik niet. Net zal wat al te gemakkelijk zijn. Nee, mannetje.
die boze reuzen wonen aan de andere kant van het kasteel. Het zijn lastige kerels. Ze stelen soms mijn keppen. En dan heb ik geen vers eitje aan het ontbijt. Ben ik zo dol op. Ik zal ervoor zorgen, majesteit, dat die reuzen uw verse eitjes niet te pakken krijgen. Ik zal ze wel even een lesje geven. Als jij die rovers wegjaagt en mijn koninkrijk, krijg jij mijn dochter. Alleen uw dochter? En natuurlijk de helft van mijn koninkrijk spreekt. Dan ga ik maar. Tot straks, majesteit. Even die reuzen verslaan. 2 in 1 klap is makkelijker dan 7 in 1 klap. Daar liggen die boze reuzen in dat dalletje. En slapen als baby's, of ze van de prins geen kwaad weten. Ach, wat een lievertjes. Nou, zeg, die houden alle vogeltjes uit hun middagslaapje. Daar moet ik wat aan doen. Maar ja, maar wat? Weet je wat? Ik zal ze eens wakker maken. Hier liggen een paar mooie stenen. Ik stop een paar van die stenen in mijn broekzak. En klim ik in de boom waar ze onder liggen te slapen. En dan ga ik eens een ondeugend spelletje doen. Toen het dappere kleermakertje in de boom zat, pakte hij een steen en gooide die op het hoofd van de eerste boze reus. Mijn broer slaat zitten, mijn arme slaap. Ik ga maar weer slapen. Nu gooide het kleermakertje de tweede reus een steen op het hoofd. Laat me daar. Mijn broer droomt zeker dat hij aan het vechten is. Ik draai me nog maar eens om. Nou is het afgelopen. Wat gaat er? De boze reuzen kregen een verschrikkelijke ruzie, omdat de een van de ander dacht dat hij kwaad in de zin had. Ze gingen vechten en sloegen zo hard op elkaar in dat ze allebei dood neervielen. Ziezo, dat heb ik hem mooi geleverd. En dan maar gauw naar het kasteel. Ik ben benieuwd wat de koning zal zeggen. Nog voor de kleermaker op het kasteel was aangekomen, had de koning al van zijn legeradjudant gehoord dat de beide boze reuzen dood in het dal lagen. Dat vertel je me nou, kerel. Je wilt toch niet leren dat één man die reuzen een kopje kleiner heeft gemaakt? Jouw leger heeft die booswichten nooit te pakken kunnen krijgen. Het zal spijt me, majesteit. Als die dappere kerel hier aankomt, dan grijp je hem, stopt hem in de gevangenis en je zet hem op water en brood. Waar ben ik, koning? Zij uw brood? Nou, een boterham met pruimenjam lust ik best. En ik heb er 7 in 1 klap te pakken gekregen en 2 reuzen gedood. Zou ik dan bang zijn voor die adjudant en die paar soldaten van dat leger van u? Toen de adjudant en zijn soldaten dat hoorden, vluchtten ze hals over kop. De koning moest nu wel zijn belofte houden en het dappere kleermakertje trouwde met prinses Kronkelenberg en kreeg het halve koninkrijk. En ze werden erg gelukkig, want de prinses was dol op haar man. Jij bent mijn dappere, dappere held. En je krijgt een boterham met pruimenjam van me. Help, 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 help